Vandaag in het RTV Nieuws aandacht voor NL Doet en de kantineweg blijft de gemoederen bezighouden. Dit is het RTV Nieuws van maandag 18 maart. Goedendag. Het Oranje Fonds organiseerde ook dit jaar weer, samen met duizenden organisaties in het land, NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dagdeel de handen uit de mouwen te steken. Katwijk staat bekend om haar grote aantal vrijwilligers. En ook in onze gemeente werd er volop gewerkt aan NL Doet. Wij brachten onder andere een bezoek aan de Katwijkse zevenkenners. Ja, wat we vandaag hier aan het doen zijn, is we hadden nog een thermostaat die moesten we omhangen voor het gebouw temperatuursysteem. We zijn wat ontruimingsplannen aan het ophangen, posters bij de deur. Straks gaan we ook nog de naambordjes voor de havenboxen gaan we vernieuwen, want er zijn wat nieuwe boten bijgekomen. En er zijn er ook wat weggevallen. Dus dan weten ze zomers als ze aankomen varen precies in welke havenboxen terecht moeten komen. Ja, en dat allemaal door NL Doet mogelijk, dus dat is hartstikke leuk. Je kan zeg maar je klus op de site aanmelden. Dan kunnen mensen van buitenaf zich erop op aanmelden. Je kan het op vrijdag en zaterdag doen dan. Dus je krijgt iets van 4.500 euro krijgen voor de klus. Nou, die hebben vanochtend alvast aan de spullen voor het pionierrok uitgegeven. Dus dat is, dat is helemaal super dat bestaat. Want ja, zoals we hier eigenlijk bezig zijn, krijgen we subsidie van de gemeente. Wat eigenlijk een beetje de kosten van de huur van het gebouw een beetje rondbreidt. En voor de rest houden we onze eigen broek op. Dus dit soort gelegenheden, het is perfect om nog wat extra geld mee binnen te krijgen. En de open dag van de zorg was voor medewerkers en vrijwilligers in verpleeghuis De Wilbert gelijk een gelegenheid om activiteiten te organiseren voor NL Doet. Het thema was wellness. Nou, ik ben nu heel ontspannende massage aan het geven. En als het goed is, moet dat heel erg lekker aanvoelen. Ja, voelt u goed, ja? Zo. Is het echt lekker? Ja. Ja, nou, ik laat het altijd doen. Even omdat je voeten moet op en ik kan zelf mijn nagels niet knippen of wat dan ook. Dus ik laat het altijd doen. Ja. Nou, we gaan het lekker even knippen. Blijf maar kijken naar mijn vorige knip. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben nu mevrouw Aandewiel aan het opkammen. Want ze is eigenlijk gisteren pas geweest hier in de kapsalon. Dus we gaan er niet weer opnieuw water golven. En vraag het maar zelf. Want ze kan heel goed de woordje doen, mevrouw Aandewiel. Nou, mevrouw Aandewiel. Ja. U wordt lekker geknipt vandaag. Ja, ze zijn altijd hier zo lief en zo lief bezig ook. Helemaal ontspannend. Ik vind het altijd een hele fijne dag, de vrijdag, als ik hier naartoe ga. Gaat u altijd hier naar de kapper? Ja, wat dacht u? Ik kan het niet beter vinden ergens hoor. Nee, dit is prima. Gezellige dames. En allemaal zijn ze geloof ik wel. Ja, er zijn mensen bij die het verstand niet meer hebben, dus daar ook niet kunnen uiten. Maar je ziet aan de ogen, als ik hier zit, dan kijk ik in de spiegel en kijk, ze hebben toch in de gaten dat ze weer mooi gemaakt worden. Hè? En dat is het voornaamste. En u geniet er ook van? Wat zegt u? U geniet er ook van? Ik geniet er met emmers van. En de kapsalon bestaan dus uit drie kapsters, maar we bestaan ook een groot gedeelte uit vrijwilligers. Die komen dan 's morgens om 7:15 en die gaan naar de afdelingen
En om en erbij vier vrijwilligers zijn dat. Die halen bewoners van de afdeling en die brengen ze naar de kapsalon. En als de dames weer gekapt zijn of de heren, die brengen ze weer terug naar de afdeling gekapt en wel. Dus zo ongeveer 13 vrijwilligers in een week. Die komen ons assisteren met het halen en brengen. Wat ga je precies doen met deze man? Ik ga eventjes zijn nagels een beetje opknappen. Een beetje korter maken en een beetje een mooi kleurtje. Een beetje egale kleur. Niet nagels lakken natuurlijk. Een beetje egaal kleurtje erop. Dat het weer een beetje mooi uitziet. En hoeveel klanten heb je al gehad vandaag? Dit is de vijfde. Lekker druk al. Ja, het is druk en warm. Mensen die geïnteresseerd zijn in het kustwerk van Katwijk kunnen zich binnenkort laten informeren bij een informatiecentrum. Het informatiecentrum komt in gebouw De Waaier aan de boulevard op de hoek Seinpoststraat. Als alles volgens planning verloopt, dan wordt er dit najaar gestart met de kustverdediging. In het informatiecentrum kunnen burgers zich laten informeren over het nut van de kustversterking, het verloop van de werkzaamheden en de plannen. Ook voor vragen en rondleidingen over het werkterrein kunnen burgers terecht bij het centrum. De Waaier als informatiecentrum wordt dit voorjaar nog geopend. En de komende twee jaar staat het Dune Atelier op de hoek van de Voorstraat en de boulevard. Bijna op dezelfde plek waar het 100 jaar geleden ook begon. In verband met de toekomstige werkzaamheden aan de kustversterking en de parkeergarage kon het Dune Atelier niet op het strand blijven staan. Stichting Kustversterking, Stichting Kunstvereniging Katwijk was daarom op zoek naar een nieuwe plek voor haar atelier. Het college en het bestuur van de stichting moeten nog definitief instemmen met de plannen. Het idee is om aan de kant van de boulevard een kleine beeldentuin te maken. De beelden die op de boulevard of in het duin staan, moeten vanwege werkzaamheden aan het kustwerk Katwijk in de opslag. De afgelopen dagen is de uitspraak van de Raad van State over de kantineweg door het college nog eens goed bekeken. De Raad van State geeft belangrijke aanwijzingen in de uitspraak. Het gaat om drie aspecten waarvan de motivering niet daadkrachtig genoeg is. Naar aanleiding hiervan onderzoekt het college op dit moment of de genoemde punten met extra onderbouwing te repareren zijn. De kantineweg is van groot belang voor de ontsluiting van de gemeente Katwijk en de wijk Zanderij. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners te maken hebben met een goed begaanbare en veilige verkeersafwikkeling. De komende tijd moet duidelijk worden of de onderbouwing mogelijk is en een nieuw bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal de kantineweg opnieuw voor het autoverkeer worden afgesloten. Overigens vergt de afsluiting enige voorbereidingstijd, zoals het voorbereiden van de fysieke maatregelen, het nemen van een verkeersbesluit en het informeren van de wijk. Op onze internetsite nieuws.rtvkatwijk.nl vindt u meer informatie over de kantineweg. Katwijk heeft de luchtkwaliteit langs doorgaande wegen opnieuw onderzocht. Het pijljaar was 2011. Hieruit is gebleken dat er geen wettelijke grenswaarden worden overschreden voor fijnstof en stikstof. Met modelberekeningen wordt vooruitgekeken tot het jaar 2020. Op alle rekenpunten is de hoeveelheid berekende fijnstof en stikstof minder dan de grenswaarden. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer kleine deeltjes stoffen als roet, zand en zeezout. Stikstof zit vooral in uitlaatgassen. Ook andere luchtvervuilende stoffen zijn in Katwijk onder de grenswaarden. In de toekomst blijft de kwaliteit van de lucht beneden de grenswaarden. Meer metingen zijn dan ook niets meer nodig. Uit berekeningen met een speciale monitoringstoel van het Rijk blijkt dat de vervuiling van de lucht minder wordt. Dit komt met name door het steeds schoner worden van uitlaatgassen van de auto's. En tot zover weer het nieuws van deze week. Meer nieuws vindt u op nieuws.rtvkatwijk.nl en aanstaande zaterdagochtend in het radioprogramma Nieuwsmagazine. Maar wilt u 24 uur per dag het lokale nieuws bijhouden? Dat kan. Ga dan met uw smartphone naar nieuws.rtvkatwijk.nl en voeg de RTV Katwijk app aan uw telefoon toe. Tot volgende week!